Ja, dat is absoluut een wedstrijd om je ontzettend op te verheugen. Deze Gelderse derby tussen NEC en Vitesse terug na 4,5 jaar. Want NEC is terug op het hoogste niveau en dus kan ook deze wedstrijd, deze Gelderse confrontatie, weer gespeeld gaan worden. Editie nummer 57. Licht voordeel in die onderlinge balans voor Vitesse dat 21 keer won. 16 remises, 19 keer won NEC. En de laatste editie dateert dus van 2017. Twee keer van Wolfswinkel bezorgde Vitesse toen een overwinning in Arnhem. In Nijmegen dat jaar 1-1, het jaar van de degradatie. Die laatste wedstrijd was ook gelijk de laatste keer dat de Goffert was uitverkocht. En dat is nu, dat had u wel verwacht, ook weer het geval. Helemaal stampensvol tot de laatste plaats bezet. Kruiddampen letterlijk opgetrokken. Iedereen zit. Klassieke wedstrijd. NEC tegen Vitesse. Drongstad. Daza heeft heel veel ruimte aan de rechterkant. Is aan die linkerkant heel druk. Overname NEC. Dafsan. Slim balletje. Oeh, stand was aangekomen. Want het is zomaar 2 tegen 1 geweest. Herkansing voor de Nijmegenaren met Okita. En als er geen voordeel is, dan krijgt de thuisploeg alsnog de vrije schot mee. Kijk, daar beuk hier. Het tik daar. Gelijk rumoer, gelijk tumult. 10 minuten onderweg. De bal. En daarna ook de wreef van Tafsan. Niet geheel onbewust had ik het idee. Heel lastig om in zo'n wedstrijd als deze voor de arbitrage. De scheidslijn tussen een excess of een pittige overtreding in de gaten te houden. Hier gaat Barreto de lucht in en daar komt de eerste mogelijkheid voor NEC. Tergend langzaam langs de paal van Schubert. De poging van Mikkel Deulend. Daza. Darfalou. Darfalou, bal is binnen en dan ontstaat hier de kans in de goal ook. Vitesse komt op voorsprong via Baden Frederiksen, omdat ze bij NEC ervan overtuigd zijn dat Darfalou hens maakt. En dat die bal over de achterlijn is. Als hij hens heeft gemaakt, dan komt Manschot nog wel in de lijnen. Daar schampt die bal de hand en dan krijgt hij voor zijn voeten. En direct daarna. En is die bal niet over de achterlijn? Dat is ook nog de vraag. Nou, daar gaan we wel een minuutje voor uittrekken. Maar Manschot alle zaken zal bekijken. Doelpunt Vitesse. 1-0. En dat betekent dat die hensbal dus niet bestraft wordt. Witek trapt. Barreto kopt. Wel ten koste van een hoekschop voor Vitesse. En dan Witek die taak om die hoekschop te gaan nemen daar in de hoek. En dan regent het plastic bekers. Ja, om gek van te worden werkelijk. Witek, namelijk stoïcijns, maar Lindhout zegt ja jongen. Niet alleen glazen nu, maar ook complete stokken van vlaggetjes. Plastic weliswaar, maar Lindhout wil geen risico nemen met de spelers op het veld. Ja, hier word je echt gek van. Tendens van het smijten met bekers, bier, frisdrank, wat dan ook. Daar vindt iedereen wat van. Misschien dat Witek niet te horen krijgt dat hij een beetje moet opschieten. Ja, Witek. Met al bekogeld, nog voordat hij daar aankwam. Maar het gaat nu gewoon vrolijk verder. En dan zegt hij tegen de scheidsrechter, ja, wat moet ik hier nou mee? En daar heeft hij volkomen gelijk in. Tussen de vallende bekers door, deze hoekschop van de Duitser. En de uithaal van Bazour. Ja, dat voelt dan natuurlijk wel die discussie dat je een paar weken geleden in Utrecht een scheidsrechter had die na 7 minuten zei, weet je wat, kon er maar gewoon af. Half uur niet gevoetbald. Want nu een scheidsrechter het een beetje wegwuift. Wat is dan de lijn? Los je het ooit op? Baden Frederiksen. Van afstand Baden Frederiksen. Dat is niet zo'n makkelijke bal dit voor Brandhorst. Dat was een zwabber in die uithaal van Baden Frederiksen. Schöne. Okita, goed werk was dat van Schöne trouwens.
Okita, maar niet heel succesvol in zijn acties. Nu levert hij wel een aardige voorzet af. Daza. Duim. Iedereen is zo'n beetje wel te laat. Dan is de vrije schop voor NEC. Ja, er is niet veel voor nodig om de boel toch weer redelijk opgefokt te laten zijn. Die wil een beetje gekomen hier. Schöne. En die dwingt Schubert tot deze redding. Goffert veert weer op bij de eerste corner voor NEC in deze wedstrijd. Getrapt door Schöne. Weggekopt door Rasmussen. Maar oef, auw. Dat doet heel veel pijn, deze actie van Marquez. Die iets spectaculairs in gedachten heeft. Voor het hoofd raakt van Richet Libazur. Ze is wel even verontschuldigd in tweede instantie bij Bazur. Maar natuurlijk niet ontsnapt aan de eerste gele kaart van de wedstrijd. Voetballer weer bij deze spelervatting van Schubert. Jabot. Bana Frederiks. Vierde corner Vitesse. De circus weer opnieuw. En nogmaals, wat is nou de lijn? Wat wil je nou als KNVB hier aan doen? Wie dekt eraf? Rasmussen de lucht in en die plaatst hem bijna daar in de lange hoek. Goede timing van Rasmussen. 1-0 Vitesse. Wat betekent dat Marcouch met bril, rechts in beeld, de tevreden burgemeester zou zijn? De blik bij de man links. Een blauwe bril. Bruls, de burgervader van de Nijmegenaren, nog wat somber voor zich uitkijkt. Jabot, dat is handig. Darfalou met serieuze kans nog in de extra tijd van de eerste helft om er 2-0 van te maken. Jabot heeft de ruimte gezien. Darvalou is heel wild. Okita, rand 16. Produceert in ieder geval de eerste toepoging van NEC. In de openingsfase van de tweede helft. Openda. Wat rapper dan Barreto. Darvalou in het centrum. Openda eerst nog op avontuur. Terugleggen. Daar komt Daza. En die gaat uithalen. Daza. En van de doellijn gehaald door Marquez. Wittek. Richting de tweede paal. En de kopbal gepakt door Brandenhorst. Openda die toch vrij weinig moeite heeft daar met Marquez. Daza. Het overleg. Zou er voorlangs zijn gegaan, schat ik zo in. En dan vervolgens Darvalou die daar gewoon zijn tegenstander afdroeft. En Brandenhorst een reflex dwingt. Wissel. Deunoet eraf. Pedro Ruiz. Dat is wel een opmerkelijk verhaal. Gaat zijn eerste minuten maken. Voor 2 jaar gehuurd van Marseille, maar zwaar geblesseerd geraakt. 21-jarige Spanjaard, bijna 2 meter. Dan kan het ook wel de lucht nu. Kijk, de topscorer van 2011. Jurgen Flemings. Die ondanks achterstand naar zijn zin heeft. En hier is Okita. Geen buitenspel. Er langs. Maar dan wordt het krapper en krapper. En is de kans weg. En verteert Schubert nu. Bazur voor zijn rol in het neutraliseren van die NEC-kans. Goeie bal van Schöne. Randje buitenspel. Buitenspel was het zeker niet. Maar Bazur die het niet laat lopen. Maar door blijft sprinten. En dan nog kan corrigeren met deze ingreep. Barreto is de man die eraf gaat. Maar... bijna 70 minuten zit de wedstrijd voor de captain erop. Dan gaat de aanvoerdersband naar Schöne. 37 jaar. Ongekend populair in Nijmegen. Edgar Barreto. Hetzelfde geldt eigenlijk nu al ook voor Ali Akman. Oh, moet Bazur nog opschieten om die corner te voorkomen. Dat krijgt hij niet voor elkaar. Cadeautje NEC.
Met Ruiz staat er eentje van 1,98 nu op het veld. Odendaal, natuurlijk ook lengte. Marquez is ook mee. Naar de corner van Schöne. Schubert blijft staan. De kopbal valt er niet in door toedoen van diezelfde Schubert die hem nog wegtikt. Een van de hoofdrolspelers van deze middag. Marquez stuurt hem naar de lange hoek. Redding mag er zijn hoor, van Schubert. Weer twee slachtoffers. Twee man op het gras, maar Okita zich beseft dat er haast geboden is. Die haast heeft Darvalu natuurlijk niet. Slotfase, 4 minuten nog, plus extra tijd. Zal ongetwijfeld weer fors zijn. Darvalu ligt er nog. Nou, nu dan toch maar eens kijken hoe het er met Darvalu voor staat. Er wordt geroepen om een brancard voor Darvalu. Pering kun je er rustig op plakken. Een verhitte Gelderse derby. Geen enkel risico genomen met Darvalu. Dafsan. Van afstand dan maar eens. Dafsan. Zo. Dat is lekker geschoten door Dafsan. En weer is een doelpoging van NEC. En weer Doekie. Vet pikt op. Om hem vervolgens kwijt te raken aan Vroeg. Von Moos, goede bal van Vroeg. Von Moos 1-1 met Marquez. Op zoek naar een goal, naar de beslissing. En die is daar bijna. Vitesse wint de Gelderse derby. Die na 4,5 jaar weer op de kalender stond. En een wedstrijd die gedomineerd werd door onrust en chaos en spanning. Wat je verwacht bij zo'n wedstrijd, dat kwam eigenlijk allemaal uit. Want aan voetbal kwamen beide ploegen eigenlijk nauwelijks toe. Het feestje wordt gevierd aan de linkerkant. Waar de Vitesse aanhang nu het elftal ziet. En blij zullen zijn met de overwinning.